Nog 3 dagen en dan speelt Ajax de eerste van nog 3 te spelen wedstrijden. Thuis tegen Excelsior. En voor alle duels telt maar 1 ding, namelijk niets minder dan winst. Vandaag een warm bad voor de spelers tijdens de training. Zowel qua temperatuur als qua belangstelling. Van de allerjongste tot en met het team van Ajax Cape Town dat dit paasweekeinde meedoet aan de Aegon Future Cup. En zowel binnen als buiten de lijnen werden de puntjes op de i gezet. De verrichtingen van de spelers werden ook nauwlettend gevolgd door oudspelers als Wim Suurbier en Sunday Olise, die zijn trainingscursus aan het afronden is. Een veld verder trainde Boydussen uit voorzorg apart. De verwachting is dat hij op tijd fit zal zijn voor zondag. Topfit is Gregory van der Wiel, die tegen Excelsior alweer aan zijn 150ste officiële wedstrijd voor Ajax toe is. En terwijl trainer Frank de Boer de training nauwlettend volgde, kreeg Sunday Olise in de tussentijd bijzonder gezelschap. Terwijl de spelers na afloop van de training druk waren met het zetten van handtekeningen, was het ook voor Danny Blind tijd om even bij te kletsen met Ronald de Boer. En tot slot, hoe kan het ook anders, de hereniging van de gebroeders de Boer. Na een foto voor het nageslacht van Sunday Olise en een kort praatje over de training, ging de tweeling op weg naar de fans. Voor jeugdspelers van een Spaanse voetbalclub was het een buitenkansje om de gebroeders, oftewel Los Hermanos de Boer, te fotograferen. Maar hun aandacht ging alleen maar uit naar één van de 2.